hart van Centraal-Amerika ligt Nicaragua, het op ene armste land van Latijns-Amerika. In het bergachtige noorden bevindt zich Esteli. Meer dan 100.000 mensen wonen en werken in deze groeiende, bruisende stad. Esteli is gekend voor zijn sigarenfabrieken, zijn producten uit leer en het aangename klimaat. Vanuit de gemeenschap. Elke morgen komen 50 jongeren met het busje naar het jongerencentrum. Aldoende leren ze er in verschillende ateliers. De dag begint met het zingen van de hymne en gymnastiek. Wanneer een jongere toetreedt tot het centrum, blijft hij eerst een periode in het pre-atelier. Daar leert hij de structuur van het centrum kennen en wordt een eerste observatie en evaluatie gemaakt. Daarna stroomt de jongere door naar een van de 5 andere ateliers. Pipitos es una organización de padres y madres de familia con hijos de discapacidad que tienen presencia en diferentes lugares de Nicaragua. Se organizan en capítulos y el capítulo de Estelí tiene lo que conocemos como centro juvenil. El centro juvenil trabaja con jóvenes con discapacidad en su formación sociolaboral. En el centro juvenil los jóvenes están de lunes a viernes y tienen un proceso de formación integral a través de 6 talleres. Los talleres sirven, digamos, como un pretexto para su formación integral, para su formación y preparación para su socialización y aquellos que puedan para su integración después laboral en diferentes lugares de empleo. Thank you.
carpintería, lijo y pinto las maderas, los taquitos. Después le echo barniz. Y después lo seco y lo pongo a secar. Y después les pongo, los pinto de otro color, cuando ya están bien lijados. De producten die de jongeren maken, worden verkocht in een winkeltje. Via deze inkomsten wil Los Pepitos het centrum een duurzame toekomst geven. Gedurende het jaar neemt Los Pepitos aan verschillende activiteiten deel. Op deze manier werkt men aan de zichtbaarheid in de stad en sensibiliseert men de inwoners. Een ander onderdeel van Los Pepitos is het ZET. Centrum voor aangepaste educatie. Dit is er voor de jongeren die zich niet kunnen integreren in de ateliers. Ze werken er rond zelfwaardering en psychomotoriek. Heel jonge kinderen met een handicap komen er ook samen met hun ouders. Ze leren er oefeningen aan om de ontwikkeling te stimuleren. Bezoeken maandelijks de gemeenschappen. Daar werken zij met lokale vertegenwoordigers samen. Ze zoeken er plaatselijk naar oplossingen voor de problemen die er zijn voor de mensen met een handicap. Oké, mi nombre es Elsie Reyes, soy enfermera, trabajo en el equipo de rehabilitación con base en la comunidad de Los Pepitos de Estelí, aquí en Achuapa. Trabajamos en 40 comunidades de este municipio. Tenemos 9 años de trabajar como promotoras de rehabilitación con base en la comunidad. Yo tengo una hija con retardo severo y eso me ha impulsado a trabajar con y para las personas con discapacidad. En el municipio es un municipio completamente rural. Tenemos como 13.000 habitantes. Y de esa cantidad de personas tenemos como 110 personas con discapacidades. Tenemos que hacer visitas domiciliares y en esas visitas orientamos a la familia sobre el cuidado de sus hijos dependiendo de la discapacidad. En el municipio nosotros no contamos con fisioterapistas ni con una escuela, ni con nada de atención especial para la persona con discapacidad. De tijden van Los Pepitos gaan voor. Door de ouders en de mensen van Los Pepitos wordt met veel energie verder samengewerkt. De vele verwezenlijkten en de vele lachende gezichten motiveren hen elke dag opnieuw. Maar vooral de jongeren zelf krijgen en nemen de kansen om een toekomst op te bouwen. Niets is onmogelijk. Nada de nosotros, sin nosotros.